Dames en heren, welkom terug bij een nieuwe video. We zijn weer terug. Vandaag hebben wij een paar leuke gasten. Mijn naam is Kleine John. Mijn naam is Chadbo. Mijn naam is Charbon. De heer Nico. Dennis. Iman. Nee, dat laat ik. En vandaag gaan we de improvisation game doen. Nou mensen, het spel gaat als volgt. Je hebt hier twee bakjes zoals je kunt zien. In één bakje zitten namen van influencers. En in het andere bakje zitten situaties. Hmm. Wat er dus moet gebeuren is, je pakt één influencer, één situatie. En je krijgt daarna 25 seconden om het uit te beelden zonder naam te noemen van de influencer en de situatie te noemen. En dan moeten wij, de rest, raden welke influencer het is. Mm-hmm. En wat voor situatie het is. Raad je de situatie perfect goed, krijg je 2 punten. Raad je de influencer goed, krijg je 1 punt. Raad je het half goed de situatie, krijg je 1 punt. Dus dan, dat is de telling. Ja, ik snap het. Jullie kunnen thuis ook meedoen. Dus laat me gewoon weten in de comments hoeveel jullie goed hebben. En laten we beginnen. Let's go. Oh, spannend! Hey! Je hebt sowieso gekeken. Hola, wegkeken. Zeg, hola, wat kan je aan de dag? Oké. Yo, man. Heb ik wat voor je aan? Hey, Jaidan. Hey. Wat is er? Hey, laat dat, man. Lilo. Precies. Oké, dat was het. Hebben jullie allemaal dingen in je hoofd? Ja. Nu mogen jullie allemaal 1 voor 1 zeggen wie denkt en wat de situatie is. Ik denk Kevin en iemand vraagt hem. Iemand kijkt lang. Hetzelfde, Kevin en iemand die kijkt al lang. Ik denk Lexus en iemand kijkt lang. Ik denk Shaf en iemand kijkt al lang. Shaf en iemand kijkt al lang. Dat denk ik ook Shaf, man. 2 mensen hebben het goed. Perfect goed. I know, waar is mijn wisselgeld? Mevrouw, ik kom te kort. Ik ben high. Oh. Oh. Ja, man. Ik kom geld kort. Ik weet niet, Chino die geen geld terugkrijgt. Tauli van South Park die geen geld terugkrijgt. Ik denk Sydney die high is. Mm-hmm. Ik denk Sydney die te weinig geld heeft. Sydney krijgt geen geld terug. Of nee, wacht. Sydney heeft te weinig geld. Sydney krijgt te weinig geld terug. Alleen Elias. Maar het was Sydney. Ja, was wel hij. Kijk, hè? Ja, hij kijkt al. 3, 2, 1. Kijk nou, oma. Hoe moet je dan? Zie je wie ik ben dan? Hè? Mijn patek heb ik om, hè? Maar oh, zo, hij is al afgepakt. Maar kijk maar aan, oma. Wat is dit dan? Hè? Huh? Wat doe ik dan? Kom op, man. Moet je een paar pets of zo, oma? Moet je... Hè? Moet ik je aanbreken of zo? Oma, wat is er? Deze weet ik. Ik ben gelijk. Ik ben gewoon iets en de gokke situatie. Zie wat schiet me eraan. Hé, wat kijk je op? Mijn situatie is... Jij bent slag, maar hé, hij kijkt zo op. Het is Lil' Kleine, gappie, en hij heeft die met een oma. Nee! Ik trek hem terug. Nee, ik kan niet lachen. Nee, hij moet het net ook. Oké, nee. Lil' Kleine wordt beroofd van zijn horloge. Lil' Kleine die zijn Patek Philippe kwijtraakt. Die naam weet ik niet, maar ik heb wel beef met de oma. Maradoni heeft dik. Ruzie met haar oma. Erik, ik heb hem. Ja, ik zei. ik dacht ook Maradoni, want toen zei hij: hé, grappie, man, Patek, man. Patek. En hij zegt: hij maakt beef met die oma en hij zegt niet van: mijn Patek is nu kwijt. Hij zegt: mijn Patek is al kwijt. Snap je? Geleden tijd. Jij bent niet kwijt, man! Het is spelen met op. Ja, dat kan niet. Hola, man. Nee. Luister, ik ga zeggen, weet je waar ik het wist? Toen hij was zo, weet ik niet. Arme, ja. Anders al. Klopt het. Het is dinges, Absol Army Instagram verwijderd. En social media. Zo. Dan heb ik knopen op social media verwijderd. Pak eentje en deze. Ik denk niet. Ah, heb je hem?
Hoe bedoel je, kom niet binnen, maar ik kom al binnen te komen. Ben je gek? Ha? Gewoon John. Je weet toch? Je weet toch? Ik ben gewoon die man. Hoe bedoel je, kom niet binnen? Laat me naar binnen, man. Hé, hey, kom op, man. Hé, hey, die man, laat me niet naar binnen, man. Hé, hey, bro. Praat met die man van je. Hij laat me niet naar binnen, man. Hé, hey, ik wil naar binnen, man, bro. Kom op, weet je wie ik ben? Kom. Laat me wat in je zak schuiven. Kom. Nee, dit kan elke mokro's van die namen zijn van Amsterdam, bro. Dankjewel, je hebt goed ge... Dennis, jij begint. Lijnpui wordt geweigerd bij de club. Boef, die wordt geweigerd bij de club. Boef, die wordt geweigerd in de club. Boef mag niet naar binnen in de club. Bob wordt geweigerd bij de club. Joa K. wordt geweigerd bij de club. Wat? Jullie? Zo hebben we allemaal goed, man. Deze twee. En jullie hebben een perfect goed, hè? Ja. Boef wordt geweigerd bij de club. Toen is hij gewoon John, man. Toen wist ik het wel. Ja, maar je moet weten. Toen wist ik het gelijk. Ja, dat is goed, ja. Lijkt me toch gekund, hè? Hij zei ja, toch? Ja, hij zei wel gewoon John. Bro, zeg lijkt me gewoon. Gewoon John, man. Ja, dat is over dit. Hier. Draai nog een beetje met die ding. Ah, ja, ren. Ja, is precies dat. Today I got a presentation. That's because, jongens, kun je alsjeblieft stil zijn? Oh my god, it's not because dat ik dit ga doen. Ik weet het gelijk, ja. Ga door. Ik weet het, man. Ik weet het ook. Ik heb jullie al een beetje weer toch geholpen. Ik weet het ook. Ik ben echt goede acteur. Selma Omari of zo, en ze kan geen presentatie geven. Selma Omari die geen presentatie kan geven. Nee, ik heb Selma Omari geeft een presentatie. Ik heb hetzelfde set met Ik heb Selma Omari moet een presentatie geven. Maar ik kan het goed maken. The audacity. Oh my god. De audacity. En. Als je dit gooit. Wat was het? Selma Omari geeft een presentatie. See. Oh, dan heb ik hem ook goed. Dat is Selma Omari. Nou, mensen hebben 4-8 gedaan. Wat is jouw reden? Selma Omari geeft een presentatie, maar hij is mislukt. Maar alsnog geeft ze een presentatie. Dus het is Pahari die zegt tegen mij: Tariq, je hebt de toets gemaakt, maar hij is mislukt. Hij heeft toch steeds die toets gemaakt. Zijst. Ik hou door mijn woordjes. Ze compenseren 2 punten voor jullie. Ik ben niet mee eens. Geen cassatie. Ik zou wel niet mee eens. Geef me 1. Hoge beroep, ik heb een 0. Ik neem genoeg. Jullie zijn niet sterk in jullie beslissing. Dus hij krijgt 1. Ik bel nu mijn advocaat. Ik krijg gewoon pro bono advocaat. Pro bono advocaat, Chapman. Pro bono. Je weet dat niet? We zijn nog jong, man. Dus dan 11 punten voor John, 8 punten voor Chapman, 7 punten voor Charbon, 7 punten voor Tariq. Wallah met bro, toegeruchte Wallah met het tillen. Kijk wat hij doet, deze leer als een wachtbeetwaardig dan is. Nee, wij kunnen het zien misschien, hè. Hoe joh, zeg maar, ik heb jou niet door. Deze deel voor pijn. Hey mensen, vandaag zijn we in Frankrijk. Alleen, ja, ik weet de weg alleen niet. Ik weet niet waar ik heen moet. Wacht, ik ga deze mensen op straat even vragen. Hey mensen, waar is de weg naar de Champs-Élysées? Alright, dankjewel, hè. Hey, nog een groepje met... Hey mensen! Jesse Hoefnagels in Parijs. Ik denk Grand Prix in Parijs. Jesse Hoefnagels vraagt de weg in Parijs. Kees van der Spek die de weg vraagt. Dylan Hagens is verdwaald. Oh mijn god, yes! Niemand heeft me. Wat zei je? En ik vraag de weg. Nee. Je hebt het niet goed, ik heb het ook niet goed. Waarom ken ik die man niet? Maar hij was van. Ik weet het wel, hij was zo bij die witte met Abi die reis. Ja, hij was in Abrili. Oh! Maar hij is van het noorden. Deze zet voor 5. Jongens, als ik dit win, wil ik dat jullie allemaal 5 euro doneren naar het goede doel. Giro 555. Nee, nou. Gewoon naar de moskee die gaan bouwen in Tanzania. Mag ik eens meer naar buiten? Hoezo niet? Waarom niet? Iedereen mag naar... Mama ook, alsjeblieft! Genoeg. Kom. Hé, 3 keer aan wie niet kent. Jij kent hem weer niet. Maar nog een deze niet kent, moet je echt naar buiten gaan. Oké, is 5 punten. Dennis. Michael Jackson en hij mag niet uit huis. Michael Jackson die niet naar buiten mag. Ik heb niks opgeschreven. Oké, dan ben je jammer. Michael Jackson mag niet naar buiten. Alleen Michael Jackson, situatie heb ik niet. Michael Jackson heeft een psychische storing en wil naar buiten. Nee, maar dat is gewoon waar normaal. Ja, dat is echt zo. Nee, maar zo is hij. Antwoord is, Michael Jackson mag niet naar buiten. Dan die man, 5 puntos. 5 punten? 5 punten. 0 punten. 5 op 2 en 2. Nou, omdat ze allemaal zo
Sona wil winnen, doe ik de rest, zodat ze die punten... Correctie! Ik was aan het winnen, ze willen me inhalen. Dan zijn we weer nog, dan zijn we weer kooien. Normaal. Ah, joh, geef me! Wauw, tijden. Hello movement. Deze patas, drie barkjes. Deze was 80. Deze was helle cheap. Klaar, klaar. Ik was klaar, alleen deze was al genoeg. Deze was helle cheap. Yusuf, deze outfit wil laten zien. Lexus, die vertelt hoeveel zijn outje waard is. Ik wil iets doen met QC en outfit. Ik heb Yusuf laat zien hoeveel zijn outfit kost. Yusuf doet. Hoe duur is je outfit? Hij wordt gevraagd, zeg maar. Laat zien hoe duur zijn outfit is. Dat heb ik ook, vriend. Geef me die punten. Geef me die punten. Kijk, ik ga jij dat. Het is. Ja, ik zeg maar, ik heb eigenlijk niet zo goed gedaan. Zeg jullie gewoon eerlijk. Yo Sylvia was correct. En het ding was, het doet een outfit check. Ja, ik heb laatste outfit zien. Dat heb ik ook. Laatste outfit zien. Oké, dan heb je gewoon allemaal. Laat zien hoeveel zijn outfit kost. Nee. Ik kan niet zeggen drie barkie, bro. Ja, outfit check. Ja, dit is waar. Ik heb laatste outfit zien. Ja, klopt. Dat is hem. Hoeveel zijn outfit waard is? Dat zei ik niet. Dat zei ik niet. Nee, bro, dat zei ik niet. Dat heb ik hier staan. Ja, maar dat zei ik niet. Oké, weet je wat? Gaan we deze scotten gewoon? Nee, ik heb 5 punten. Nee, deze was voor 3 punten. Nee, was voor 3. Nee, dit was voor 3 punten. Ik was toch aan het verliezen. Deze was 3 punten. Ik kan niet falen, man. Ah, het nee, allemaal... nee, man. Ik ga hoog. Oké, weet je wat? Deze heb ik echt slecht gedaan. Hey, no, man. Ik ben ook klaar met deze dingen. Ja, we zijn klaar, man. Hey, jongens, bedankt voor het kijken. Nou, dames en heren, dankjewel voor het kijken. Ik hoop dat jullie hebben genoten. Ik hoop dat jullie ook weer meegedaan met het spelletje. Vond je een leuke video? Ja, toch? Like het. Deel het. Subscribe als je nog niet gesubscribed bent. Laat een comment achter. 3K likes, mensen. Dat kan toch wel. Dat kan toch halen. 3K likes, dat kan.